Het moet naar kom in zich. Zo, wie bent te kloven? Wie gaat op trap? Wie gaat op vakantie? En niet in Nederland. Wie gaat helemaal naar buitenland? Oh, maar we hebben nog nooit zo best aan in Rusland, hè? De bouwvak is dit jaar voor het eerst drie volle weken. Ja, en wie wilde het jaar is heel groot van het. En wie pakte deze keer heel hard aan? Deze keer geen woningruil. Deze keer geen kleine advertentie in het RD. En deze keer gewoon net voor de 10 de zalte dagen met mijn koor op de rand om te kijken hoe rood terecht te worden. Maar dat was ik ook wel een beetje. Twee weken doe het. Doe ik het wachten. Doe ik mooi iets langer voortblijven. Ja, wie gaat naar de moezel? Twee weken. Lekker gaat niet. Oh. Ik wil ook nog wel even spiet toe zijn. Help me heen gaan doen. Help nou een rommelmarkt heen hoor. Help een koerbelt heen. En soms lekker laat boet zitten, hè. Jongen, 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 wat zijn jullie er trouwens zoeten? Word die Duitsers laten schrikken met die rare kleren aan? Nou, daar kan ik ons leren. Jongen, 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 maar ik ben blij dat jullie mee gaan trouwens. Ja, want ik heb geen ervaring met buitenlandse reizen. En dat Duits kun dat ging ik nog langer niet makkelijk af. Nee, ik ben blij dat ik niet ben, Paul. Je kunt ons heel goed rennen, stelt niet zoveel vuur. Je kunt ons heel goed rennen met Riesers. En heel erg in Duitsland, hè. Dan kun je ze nog goed verstaan, hoor. Oh, ja. En goed plakken, dus. Ja. Ja. Jan, heb je een paspoort mobiel? En ben je nog bij de baan geweest, Duitse markt nou? Goh, hij heeft toch 40 dagen terug, heeft dan alle dag. En ik ben naar de ANWB geweest. En ik heb de autokaarten van Duitsland gehaald. En die heb vuur in de leg. Paul, dat ligt niet het beste dat iemand vuur in gaat zitten. Ja. Want als ik met die kaarten ga schoon, dan hoor ik zelf die op mijn kop. Oh. En dan wordt ja zo zenuwachtig van. Nou, dat is wel goed hoor. De vrouwen achterin, dan hoor ik wel vuur in. Wanneer jullie de kaarten moeten lezen, dan komt wie nog in Parijs hoor. Ja. Nee, wie gaat nog? Felix Weingut aan Moezel, wie keuven ik? Ja. Ik heb van Jasje van den Berg gehoord dat je de hartstikke hoort kunt bij. Ja, dat is het. En even een poos zijn, hé. Oude heerlijke moezelmie. Ja. Oh. En als dat goed smaakt, zeg maar, en dat bevalt, dan neemt hij mooi een poordeusjes met naar Riesne. Het niet de deur is. Oh. Ja, dat moet maar een beetje nemen, hè. Met dat gedriek. Zal er eerst maar snel in Duitsland komt. Allo. Oh ja, wie gehoord. Ja. Oh, je hebt er zo zin aan. Dan ben je daar met trouwens. Hier, kort. Nou. Dat is heel erg. Espen. What else would I do? I'm so inspired by you.
Eter. Etersen. En ze ulder wordt, dan vriezen ze met mekaar. En net een beetje past, trouwsoort nog met mekaar. Wil moeder eter? Wie kijkt naar nee? Is tegenwoordig taxichauffeur. En er even vallen villa. Dat spreken een noble. Ook Riesener. Want ook Riesener lost zich vandaag aan dag met een taxi vervoeren. Dat doe ik. Op een fietstaxi. Maar helaas heb ik nog geen brevet. Dus moet ik hier lopen heen. Maar dat geeft niks. Want die beleeft heel wat in de taxiwereld. Zo hak begint het, hoor. Een party, halfweg ergerissen. Goed terecht, als erop en eraan. En drie, hun er allemaal bij. En het was gratis. Ik stond met een keel te kuien, tikte me één op de schouder. En dan zegt ze, die wil. Ik zeg, ja. En zie je ook bij de Ries in de revue? Ik zeg, ja. Oh, zeg het, dan word je ook altijd met mijn reizen zetten toon. Ik zeg, ja. Ja, zeg, dat vind ik hartstikke mooi. Want dan zit hij in het water op de boot. Ik zeg, nee. Nee. Ik zit op de boot, of in de boot, op het water. Want als ik in het water zit, dan krijg ik het gat zo nat. Ja, ja, hij meer Tita. En dat droom nooit dagen dat er misschien wel eens bij het reizens mannenkoor kon gaan. Ik kijk de man aan. Ik denk nou, qua hulp passen er wat tussen. Ik kop zat er. Ik denk, laat ik ook eens wat vragen. Ik zeg, kan je wat zingen dan? Dat haak nou niet, mijn vrouw. Op dalen? Dat er nog wel hoogste beter kon zingen als pa wat rotti. Oké, dan weg. En ik zeg, wat ga je dan doen? Ja, zeg. We hebben een live cooking. Ik zeg, ik vrouw je mag, wat is dat? Ja, zeg, dan heen een gezellige hand bij elkaar. Met eten en drinken en dan kan je zelf kleine dingen voor jezelf. Zo, oh, dat is niet gek. Ja, zeg, dat doen we omdat we kennis mee maken met een nieuw dirigent. Ik zeg, ik ken die nog niet dan. Jawa, jawa, maar nou doe ik dat onder een hapje en een drankje. Ik denk dan, de koelkast er links laat liggen. Dan komt mijn koffie in zat, een natuurfilm. Oké. En dat... En dat op opgesproken wiet, dit weer op Marken aan. Enfin, dan kan de tent plastic boeken. Allemaal van die kleine liflaf. Dat is niks voor u. Ik zeg het in meneer de vuurzitter. Wat kan mij dat nou schelen? Had ze meer genoeg zien. Doe het stille in de bussen. De amusementswaarde was een stak tot veel onder het noemen. Vlak verliezen, de stem achter de bus. Wil, zeg ja, wat is er? Je hebt de roem smerig, je moet ze schone maken. Ik word niet door toch zo heel. Ik draai mijn jummen en ik zeg, ik zie taxichauffeur en geen glazen wassen. De koelkast erin. En toen word ik pas weer rustig. In ieder geval dat een paar liflachjes kregen. Dat
Ik heb zo'n rode kijk, wild veranderd. Maar, ik zie het riezen van vandaag aan de dag. Nog steeds het riezen, hoe minder wichtig. De leu kent mekaar nog. De leu helpt mekaar. En de riezen weer van aanpak. Pak je riezen nog niet aan. Hè? Wat ik jullie nu aan, onderhoud lichtering met blauwe verenigingen. Het Riesens mannenkoor en de Twente zangers, die met mekaar de ene dure kaart. Die vult zich als een vis in het water tussen al deze muzikanten. Blijf een Riesener. Dat verandert nooit. Het is een Nederlandse. Het geniks is. Dat wil niet zo goed. Wat een mooie naam, zei Kaas. Jullie ook? Stunt jullie eraf? Ja. Mooi. Eén keer te applaudisseren voor de leu die dit goed hebben gedaan en allemaal mogelijk hebben gemaakt. Het koor. De revue. En ook een bijzonder dankjewel aan de Griem, Manon. Ik hoop dat hij niet zo meer wie 40 jaar jonger maakt. Goedenavond nogmaals. Ja, u staat natuurlijk met het gezicht de kant op van het koor. Prachtige kels en vrouwen. Maar als u toch achter u kijkt, dat prachtige parkgebouw. Zo mooi verlicht. Ik wil toch even kwijt. Al 104 jaar. Wat had je gezegd in het Nederlands? Want de konden was leuk er te werken, die kun je niet verstaan. Zo doen we. Dus ik ga door in het Nederlands. Hang. Karen. Graag tot de volgende keer.